Donderdag 15 mei bezocht de selectie van PSV het revalidatiecentrum Bliksembos in Eindhoven. Het bezoek was onderdeel van de Sportief Tour 2008. Tijdens deze tour sporten jongeren met en zonder handicap met selecties van betaald voetbalclubs. De tour is bedoeld om de beeldvorming over jongeren met een handicap een positieve impuls te geven. De sportaccommodatie van revalidatiecentrum Bliksembos biedt sinds maart 2008 een ruime mogelijkheid voor het beoefenen van diverse sporten. En dat is natuurlijk een uitstekende plek voor de kinderen en de PSV-selectie om zich eens flink in het zweet te werken. En natuurlijk het goede doel te steunen. Oh, voetbal is cool!